Biotown. Hallo mensen van Biotown. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rikse Avonturen. Vandaag in Rikse Avonturen staan we op de Business Lounge van Gamescom. Hier zijn allemaal grote en kleine bedrijven die keihard zaken willen doen. Wij komen lekker langs en we gaan keiharde zaken doen en leren hoe het is om keiharde zaken te doen. Rikse Avonturen! Ik sta momenteel bij de Holland Game Pavilion. Hier zitten een heleboel kleine Nederlandse uitgevers die hun gamepjes presenteren aan de mensen die daar interesse in hebben. Hier kun je dus een redelijk aantal redelijk onbekende games spelen. Je gaat hier geen Assassin's Creed vinden of iets in die richting. Ik vind hier echt allemaal redelijk kleine games. En het leuke is dan ook de mensen die de game gemaakt hebben staan er ook meteen bij om je allemaal leuke dingen te gaan vertellen over die game. En dan kun je ook meteen even zeggen van hey, heb je toevallig nog een zak geld voor me? Ik ben bekend op YouTube. Hey. Ben jij niet van Rikse Avonturen? Ja, maar dat is even niet belangrijk. Oké, ja, dan begin jij maar met de vragen stellen. Oh, ik word geskipt. Wordt gebeld. Ik word geskipt. Harde zakenwereld hoor. Oh, ik word gebeld door iemand die wel belangrijk is. Meteen al. Ik ga wel naar deze man over. Oh, hij wordt ook weer geskipt. Auw. Nog een keer proberen? Ja, gewoon nog een keer proberen. Oké, hij is er weer. Ik vroeg mij af of jullie interesse hadden om zaken te doen met mij. Wat voor zaken? Ze hebben de grote zaken, big money. Money zaken? Dat ja. Moet bij ons zijn. Kan ik mee naar binnen dan? Kun je mee naar binnen. Oh, dit is het vergaderhok, toch? Ja. Sorry, geen camera, dit is... Oh, nee. Ik moet er zo in, dus... Nee, wij moeten even zaken doen. Even snel zaken doen. Ja, even snel. Cameraman, privé. 12 seconds later. Ik heb goede zaken gedaan, kaartjes gescoord en ook nog wat Metzger Fries, spits in kwaliteit. Ik weet niet wat het is, maar het was gratis, dus ja, ik denk dat ik ze wel heb hoor. Die komen zo meteen huilend op de e-mail naar ons toe met zakkengeld. Ik heb gelezen in de comments dat heel veel Banyantown-kijkers dol zijn op mensen met een Belgisch accent. Dus in plaats van bij de Nederlandse stal staan we nu bij de Belgian Pavilion. En daar zitten een heleboel Belgen die games maken. En misschien hebben die nu wat leuks te melden. Ik sta hier blijkbaar met de grote baas. Dus hoe is het grote baas? grote baas. Ik ben ja, de grote baas van een klein bedrijf dat prototyping doet. Dus wij doen prototyping voor games. Wij ontwikkelen kleine ja, eerste versies van een gameconcept die eigenlijk onze klanten dan kunnen testen. En doe je ook nog iets waar ik dan heel veel geld voor kan krijgen? Mijn YouTube kanaal. Reclame. PR. Wat is uw vraag? Ja, zeg maar, wij hebben een YouTube kanaal. Ja, PR weet je wel. Ja. Ja, doe je daar nou mee? Wat doe ik daar nou mee? Die Belgen, hè? We komen er niet uit zo. Is het een interview en stel mij een vraag of... Ik stel een vraag. Ja, en de vraag is? Wij zijn vet bekend. Wij kunnen PR doen voor jullie. Dus sta je daarvoor open? Ik wil zelf gewoon uitleggen eigenlijk. Ik wilde dat ik zelf gewoon nu mijn bedrijf een beetje uitleggen. Nee, nou eigenlijk, dat is helemaal niet ook vroeg eigenlijk. We praten een beetje langs elkaar heen. Misschien moet het in het Engels... Ja. Het is bij zaken doen natuurlijk ook heel belangrijk om rekening te houden met de cultuurverschillen. Momenteel staan we dus bij een stand van de Mexicaanse kleine bedrijfjes. En het is dan toch ook denk ik heel belangrijk dat we net als al die mensen in Mexico de hele dag dronken zijn van de tequila. Dus we kunnen even kijken of we dat kunnen regelen hier. We are making a video about doing business here at Gamescom. And we were wondering, because you're part of the Mexican group, if you have any tequila. Anything what? Do you have tequila? Tequila? Yeah, for the business. Not for this year. Last year we used to have tequila shots here. Yeah, I know. But no, they forgot the tequila bottles inside. We have some coffee and water, which is also needed, but no. Do they have water in Mexico? Yes, of course, a lot of water. Really? Yes. We can still do business if you want. Yes, of course. Ik heb het goed geregeld, jongens. You like it. Thanks. It's a businessman. Yeah. You will be my business representative. Je hoort het maar, ik ben een echte businessman. Hier links van mij zijn alle belangrijke zakenmensen aan het eten. Ik dacht, kan ik misschien een beetje bespioneren, hun zwaktes ontdekken voor de latere gesprekken. Maar weet je wat? Laat maar. Hier wordt de echte business gedaan. Zie je dat? 2,80 voor een klein flesje water. 2,80! Dat zijn we niet eens speciaal water of zo. Het is gewoon water. Gewoon dat die ook bij de wc uit de kraan komt. Die troep voor 2,80. En als je hier zit en je betaalt 2,80 voor dat flesje water, dan kun je ook gewoon mij 280.000 euro geven. Want geld boeit je waarschijnlijk toch helemaal niks. Hier achter mij staat de business stand van Ubisoft. Deze is echt een stuk groter. Hier hebben ze zelfs een hele receptie. Hier kom je alleen binnen als je een afspraak hebt. Die hebben wij niet, natuurlijk. Wij zijn zo business zijn we er ook weer niet. Hier kom je ook alleen binnen als je heel belangrijk bent. Dan zeg je, hey, mag ik een afspraak? Zeggen ze, nee, rot op met je geldpak. Verder op deze
verdieping zitten alleen maar gigantische booths van andere grote bedrijven. Nee, ga maar mee, cameraman. Allemaal andere grote bedrijven die allemaal van die stomme recepties hebben. En wat is er dan binnen? Een beeldschermpie met een filmpie en allemaal mannen in een pak. Ja, vind ik het toch wat leuker om gewoon één op één, hey, alles goed, mag ik drinken. So, do you have any tips for me how I can become a better businessman? Earn more money? Yeah, more money. How do I earn more money? Have a good idea and find some guys who gives you money for that. How do I find them? Look around here. There are always around you. They all have money. They all, the most of them have money to put them for good ideas. Do you have it? Yeah, but it's not my money. Is it my money? No, it's the people's money. I'm a member of parliament and I have money from other people to put it for good ideas. Like flying sheep on a piano. That's a good idea. So you now have an idea, go around, tell them people and get money for that. Okay, thanks. Great, thank you too. This woman next to me was just browsing 9GAG. Oh, you saw that? I saw that. Yeah, I was tired. Ze is erg moe. Do you have any tips for me to become a more successful businessman? More money on your suit. More money? There's way too less money on your suit. And I thought maybe I should wear like a hat too. Oh yeah, but you can't have this one. No, not just for the video? No. No? It's my special, like I'm not complete. You can have the sunglasses. Probably won't suit me though. My face is too small. You are quite mean. No, I'm just tired, sorry. I'll just leave you alone then. Oh, okay. Whew. Nou, zaken doen is in ieder geval... Oeh, ik sloeg zo iemand voor zijn bek. Blooper. Zaken doen is in ieder geval echt niks voor mij. Ik denk dat ik gewoon maar wc-juffrouw word of iets in die richting. Lijkt zaken doen wel echt iets voor jou? Check dan even het linkje in de beschrijving. Daar is namelijk een heleboel te vinden over opleidingen rondom zaken doen. En dan kun je misschien wel goede zaken doen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Geef even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie binnenkort weer bij nieuwe video's op Banjo Town. Doei!